Ons geweten mag niet stoppen bij de grens. Dat Afrikaanse jongeren in Libië als slaaf worden verhandeld, is het rechtstreeks gevolg van het Europese migratiebeleid, schrijft men vol eerste gast, dames en heren, aandacht voor Kiza Maghendane. Dit artikel schrijft in de aanleiding van een reportage die CNN uitzond, omdat onze Afrikaanse jongeren als slaven verhandeld werden in Libanon. We gaan het daar zo meteen heel uitgebreid over hebben. Maar misschien even om uzelf te situeren. U bent in Nederland sinds 2007, als ik dat goed heb. Hè? Want u bent als vluchteling naar Nederland gekomen. Klopt. En waar kwam u vandaan? Ik kwam uit Tanzania, een vluchtelingkamp. Ik kom oorspronkelijk uit Oost-Congo. Ik heb daar de oorlog gevlucht. Voor mensen die dat niet weten, het is een heel ingewikkelde oorlog met heel veel betrokken partijen. Met meer dan 6 miljoen doden rechtstreeks daaraan verbonden. Dus ja, de mensen gewelddadige oorlog naar de Tweede Wereldoorlog. U heeft het over compassie, u heeft het ook over geweten. Wij moeten geweten, wij moeten eigenlijk een medemenselijkheid hebben. Ze zeggen de staat hoort zijn burgers te beschermen. Omgekeerd, burgers moeten hun heil zoeken in hun eigen staat. Ik volg u als u zegt, maar ons geweten, onze medemenselijkheid hoort de meetlat te zijn, de richting te zijn. Maar wie betaalt het geweten en de medemenselijkheid? Wie is dan? Het is een moeilijke vraag. Ik wou dat ik een theoloog was of een geestelijke. Maar ik kan alleen maar vanuit mijn ervaring spreken en ook met mijn vrouw van Schaik die ik noemde. En vaker is er een mogelijkheid om te ontsnappen uit die vastgestelde hokjes. En vanuit mijn perspectief zijn er twee dimensies. De eerste is, als we dat geweten scherp willen houden, dat eerste is een realistische dimensie. Namelijk, er komen 2 miljard mensen in Afrika, bijvoorbeeld. Dus we kunnen alarmistisch anticonceptiepillen daar gaan gooien, maar het gaat niet helpen, want we verdienen bovendien nog zelf van die anticonceptiepillen. Ze worden hier gefabriceerd. Dus eigenlijk geld verdienen. Dus achter de rug van Afrikaanse vrouwen om. Dus kennelijk zouden wij nog iets meer moeten doen. En van dat is dan eigen belang. In ons eigen belang, en nog beter wederzijdse belang, moeten wij dus ook menselijk kapitaal van Afrika zien. Dat is een economisch concept. Dus er komen heel veel mensen, er zijn ontzettend veel uitdagingen voor het klimaat, maar misschien ook heel veel kansen. In 2050 heb je nog steeds meer mensen in Europa, paar vierkante kilometer dan Afrika. En toch hebben wij in Nederland, anno nu, bevolkingsexplosie, overbevolking als gangbare begrippen gemaakt. Terwijl het eigenlijk andersom is. Hè. Europa is overbevolkt en niet Afrika. Maar daar zitten onze angsten. Die angst is doorvertaald. Eigenlijk in angst houden wij onze verzorgingsstaat overeind. En die angst komt dus door die grens. De grens heeft allerlei pragmatische doelen. Je kan niet zomaar op mijn baard komen. Dat is mijn privéruimte. Dus je moet altijd een grens hebben. Je hebt een deur bij een huis. Maar ik denk dat we soms zijn ontspoord. Dat we die grenzen heilig zijn gaan verklaren. Omdat we zijn vergeten dat ze puur een functie dienen en niet als doel op zich. En ik denk dat de angst, je moet denken aan George Orwell, alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn gelijker. Volgens mij is dat wat hier zich afspeelt. Want als Bolkestein zegt, we moeten anticonceptie, hij denkt van, misschien zijn die Afrikanen morgen aan de beurt en dan zullen zij ons net zo onrechtvaardig behandelen. En ik denk van, nou ga dan voorbij aan die angst. En wees niet de dominee die allerlei doemscenario's verkondigt, maar wees een echte Nederlandse kopman die denkt in eigen belang. En als het goed is, in wederzijds belang. Dank u wel.